Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. Hoi jongens, tof dat jullie kijken naar een nieuwe Let's Play. Vandaag speel ik weer Star Stable en ik weet niet waarom mijn scherm zo klein is. Inclusief cijfertjes die hierboven staan, maar dat weet ik niet waarom, maar dat zal. Ik weet niet of mijn Star Stable scherm ook zo klein wordt. Maar goed, dat zie ik zo wel als iets geladen. Nee. Mijn startstelbel scherm wordt niet zo. Inloggen bij het scherm. Ik kom niet aan mijn woorden. Laat het er maar bouwen. Gisteren was de update. Ik ga denk ik in plaats van woensdag op donderdag video online gooien. Want woensdag heb ik school en paardrijles. En dan ga ik die avond ook in Waldstein. Dus dat wordt hem niet. Op woensdag. En op donderdag heb ik gewoon tijd. En ik ben blijkbaar in Marlen. Ik heb afgelopen weken simpelweg niet. Waarom is het allemaal zo klein? Het zal wel. Maar ik heb afgelopen weken niet. Niet opgenomen, niet. Maar ze hebben geen Star Stable opgenomen. En dat heb ik niet gedaan. Dus ik wil echt niet op mijn woorden. Dat heb ik niet gedaan omdat ik de afgelopen twee updates niet heel erg geniaal. Ja, wel. Maar ik vond die niet super leuk. En ik had geen zin om dat nou van ja, hoe moet ik daar een leuke video over maken? Want ik vind wel dat eigenlijk als je een video maakt, moet je er zelf ook geïnteresseerd in zijn. En moet je zelf ook gewoon plezier eraan hebben. Anders dan merkt iedereen dat sowieso aan. Dus daarom heb ik dat niet gedaan. Maar vandaag dus wel weer een video. Omdat gisteren is de Connemara race uitgekomen. Die is dus alleen tot volgende week woensdag te doen. En die kan je alleen met Connemara's rijden. Mijn Connemara is volgens mij al level 15. Maar dan kan ik jullie dat ook gelijk laten zien. Dan ga je gewoon op je Connemara die race doen. En dan rij je dan bij de paardentaxi. Dan ga ik naar Steve. En dan. Terwijl op die manier ga je dan, pak je een ander paard en dan rond je de race af. Even kijken, wie gaat er weg? Even. Volgens mij heb ik mijn Connemara al uitgetraind, waar ik weet. Oké, deze gaat wel even weg. Oh wacht, dat kan natuurlijk niet via hier, lol. Ik doe dat nog steeds automatisch, maar ja. We konden maar eens wel even 15, maar dan doe ik. Maar dan race ik gewoon daarmee en dan haal ik geld op met een ander paard. Dat werkt altijd heel goed en dat vind ik wel van, ja, zo chill. Ik vind de Connemara ook wel echt wel heel schattig. Ik snap ook wel dat ik hem ooit heb uitgetreden. Koppie. Alleen wat ik wel leuk vind aan de Connemara is maar zo van. Dat hij beweegt zijn hoofd en zo nog wel gewoon. Ook al. Hoe moet ik het zeggen? Zeg maar. Zijn hoofd en zo beweegt hij gewoon nog. Ook al ben je hem aan borstelen en zo. En sommige paarden doen dat niet. En dat vind ik niet jammer dat sommigen dat niet doen. Die hoort daarbij, dat is het clubsetje. Maar ik ga nu niet het clubsetje opdoen. Want ik heb er niet echt een hele goede reden voor. Nou, het is meer van, ik wil het clubsetje nu niet opdoen, omdat ik, dat het clubsetje niet heel snel is. Ik kom echt heel slecht uit mijn woorden de laatste tijd. Hallo, mag ik mijn hondje gewoon op? Waarom mag dat alleen als je erop zit, maar je slaat het nou wel op? Nou, ik weet niet wat het besluit. Oh ja, en ik heb nog andere missies, want ik heb laat. Mijn scherm is trouwens heel rechthoekig. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb. Ik weet niet waarom ik daarop klik, daar ging bochtig. Maar ik heb laatste missies bij Mario gedaan, blauwe missies. En toen ben ik een niveau hoger gekomen. Alleen toen moest ik een dag wachten. En ik ben er toen de volgende dag niet meer achter gezeten. Gaan zitten. Dus
We gaan eerst die Connemara race doen. Even kijken. Oh, dit is bij de wijnmakerij. In de buurt. Oh, dat loopje ook. Zo cute. En ja. Dat gaan we dus zo meteen doen. En dan gaan we daarna missie van Mario doen. Lang geleden dat ik hier een puntje heb zien staan. Oh. Oké, okay, we hebben blijkbaar nog bij Iris ook al. Ook nog. Dus we hebben wel best wel veel missies voor deze aflevering. Deze Let's Play. Dat vind ik wel leuk. En dan wordt de Let's Play... Of ik ga... ik kijk even zo van dat ik nu alleen de missie van... Zeg maar dat ik nu alleen de Connemara race en de missie bij Iris ga doen. En dat ik dan in de volgende week die andere bewaar. Dat zou ook kunnen dat ik dat doe. Ik weet niet waarom ik hierheen ga. Maar ik kon net zo goed gewoon de andere kant op rijden. Oh. En aankomende vlog wordt echt super leuk. Vind ik zelf. Want ik heb gesprongen met Wattstein. En ik ga nog niet zeggen hoe hoog. Ik ga jullie al wel vast zeggen dat ik mijn record heb verbroken. Maar dan ook ruim verbroken. Dit is echt het hoogste dat ik ooit heb gesprongen, zeg maar. Dus ja, dat ging heel goed. Daardoor heb ik, doordat ik dat heb gedaan, ik wel weer ruzie met iemand. Maar ja, dat vind ik meer aan die persoon zelf liggen. Daar ga ik verder niet verder op in. Heel goed Nederlands. Daar ga ik verder niet op in, want dat vind ik een beetje lullig. Maar ik vind dat jullie dat wel mogen weten. Dus ja, waarom is daar geel omheen? Waarom is daar geel? Als ik de missie heb, dan weet ik. Maar waarom is daar geel? Zal wel. Wat betekent dat gele ding daar? Wat betekent het? Is dat het teken van die rijbak of zo? Want het is bij die rijbak. Bij die. Deze rijbak. Dus, ja. Dus ja. Zit hier allemaal mensen lopen? Volgens mij is dat ook een Connemara, maar weet je. Ik ben voor een groep race. Nee. De Connemara wedstrijd. Ik hoef niet in de groep. Oh, dit zijn gave hindernissen. Ik ga er even hele mooie foto's van maken als ik weet waar ik heen moet. Waar de hemels naar moet ik heen? Oh, daarheen! Oké, die kant. Deze set. Nou, even hele mooie foto's maken, jongens. Ja, ik was aan het proberen of dat pijltje uit beeld kon houden, maar dat kan ik niet. Ja, zo zie je hem niet. Oh, whoops, verkeerde knopje. Nou ja, weet je. We gaan gewoon nu weer verder met de race. Hierheen. Oh, krappe bocht. Ik ga hem zo in nul hangen. Oké, deze is cool. Deze is heel cool. Oh nee, laat maar. Oh, even. Ik wil deze in de nis. Ga ik zo even opnieuw springen. Dit is cool. Iets verder weg. Deze is wel heel gaaf. Zie ik me gewoon mijn hondje daar zo staan. Gaan we even kijken of we hem zo dichtbij kunnen zetten. Dat net lijkt of we zelf over de hindernis heen kunnen springen. Want dat is heel vet altijd. Thank you.
Ik ga dit ook een keer doen dat ik zeg maar wel met tuig. Maar dat je zeg maar. Ik vind deze hindernis gewoon zo vet. Ja, nu ren ik er dus wel doorheen. Maar dat vind ik niet zo erg. Dit doe ik nu vooral even om te. Om te zeg maar. Om foto's. Om coole foto's te kunnen maken. Die vond ik niet heel mooi. Het ging niet over het midden. Dat vond ik wel jammer. Maar ja. Dit gaat meer over het midden. Oh nee, hij springt zo ver weg. Dat vind ik echt zo zonde. Want dat is altijd zo wel Star Stable. Maar ik weet, het is niet heel veel meer in het midden. Maar het is wel iets meer. Nou. Springen we gewoon voor de lol. Ik vind het wel goed dat de hindernissen, dat de dingen er niet in bij komen. Hierin, ja. Oké, okay, deze hebben we dus totaal verknapt. Ja, dus is nu langs gereden. Begin opnieuw. We moeten even opnieuw beginnen, jongens. En nu gaan we wel zo snel mogelijk proberen te doen. Nu ken ik het parcours ook al één keer. Dan heb ik zomaar één keer parcours gereden. Dus nu weet ik ook ongeveer het parcours. Niet, natuurlijk niet helemaal, maar wel ongeveer waar ik heen moet. Zoals nu deze bocht. Het is wel een moeilijk parcours, maar dat kan ook aan mij liggen. Oh, wacht, waar ga ik helemaal heen? Ik ben heel leuk tegen jullie aan het praten, maar ik let niet op waar ik heen ren. Ik let op waar ik heen ren, maar niet waar ik heen moet. En dit zijn best wel krappe bochten, en dan deze ook. Oh ja, stomme balk. Ik vind het wel goed dat je daarna niet dat je daarna of zo door de balken heen kan rijden, want dat zie je ook heel veel. Oké, ze had hij er blijkbaar al afgetikt. Waarom tikt ik die eraf? Waar sloeg dat op? Oké, dit ging niet helemaal perfect als je die zagen. We gaan hem weer opnieuw doen, jongens. We gaan hem weer. Oké, we gaan er nu wel echt doorheen. Hoe dan? Ja, dankjewel. Wat was dat? Ik ga gewoon mijn XP ophalen met dit paard. Daar heb ik niet heel veel zin in. Maar je kan ze maar nu gewoon een ander paard pakken en dan zou je gewoon. Maar ik wil gewoon even leuke foto's maken met dit paard. Nou, we gaan eerst eventjes opties. Nu ik heet even, dan wordt het een wild paard. Want dan kunnen ze maar een hele coole foto maken. Foto's maken dat lijkt alsof je erop zit, zeg maar. Alsof je er zelf op zit. Want anders dan zie je net de cap van je poppetje. En daar hebben we nu als het goed is geen last van. Dus ik heb nu. Kijk, daar maakte ook iemand een foto. Dat kon je zien, hè, dat ze stil stonden. Maar natuurlijk heel veel maken nu foto's. Want het is wel een hele coole race. En dan ben ik ben echt wel blij dat Star Stable deze race op deze manier heeft uitgebracht. Kijk, want nu kunnen we gewoon zo ver inzoomen. Zoals we zelf willen. Zoals nu. En dan, normaal zag je nu je cap. Dan doen we een beetje zo, want je zit meestal een beetje voorover. Dan doe je iets meer uitgezoomd. En dan doe je wel nog iets meer zo. Niet te veel natuurlijk. Nee, niet zo ver. Dus je blijft meestal wel recht bij het paard. Zo. Dan maak ik gewoon een vet coole foto. En ik heb dat er echt over om de racepool een keer te falen of zo. En dat is gewoon super cool. Ja, ik hou wel echt van deze race. Het is ook wel cool. Wow, wat gebeurde daar? Ik ga ook proberen om bij het kruisje echt een perfecte foto te maken. Door het laatste moment te springen. Kijk, want nu springt hij er echt overheen. Ietsje naar beneden. En dan iets meer gezond. En dan. Iets meer zo, want nu. Zo. Oh, dat wou ik eigenlijk niet. Maar oké. Okay. Oh, daar heb ik daar mijn hinders afgegooid. Of een balk eraf geknikkerd. Daar ook, maar dat wist ik al.
Ja, dat je niet kan, dat je beeld er niet zo. Ja, zo ziet er wel echt uit. Blikveld nog wat meer ingezoomd. Nog wat meer ingezoomd, want je zit echt zo op je paard. Het blikveld helemaal inzoomt en dan gewoon zo doet. Dan ietsje zie je het zadel, want dat zie je zo ook wel. En gewoon zo doet. Dit is wel een hele goede foto. Ik weet niet waar ik moest hierheen. Oeps. Dat was totaal de verkeerde kant. We hebben echt wel goede foto's kunnen maken. Tenminste, ik heb best wel goede foto's kunnen maken. En ik weet niet waarom mensen mij de hele tijd als print vragen. Of als groep vragen. Maar het zal. Nee, ik wil geen beeldplaat worden. Niet meer. Even kijken. Oh, wauw. Is er serieus niemand online van de club? Ja. Hey, Daphne is online. Daphne Snowlight. En Daphne Ghost Hunter niet. Zet. Maar in ieder geval. Oh, dat is een tik van informatie. Aha. Maar die heb ik toch heel lang niet. Even die allemaal weg. Wacht. Oh, die mag wel. Die mag ook aan. Oké, even een creme missie. Bij Idris, daar. Nou, we gaan nu eerst even naar Idris. En we kunnen daar helemaal rijdend heen, maar we kunnen ook even rennend heen. Ik vind dat tweede een leuker idee. En dan geldt het minder leuk. Oh, ik heb toch 6000. Nee, hoor, zo gelaat. Waarschijnlijk staat hier niet als je dit kijkt dat je denkt, daar zie je. Als je dit spel trouwens speelt, dan weet je dat. Ik denk niet dat je het spel niet speelt of je moet heel veel van deze video's kijken. Van dit soort video's kijken wil je dat weten hoe deze plek heet, maar anders dan is het niet lullig bedoeld. Maar... Nou. Oh, ik moet afstappen. Oké. Nou, ik ga naar binnen. Hij is in de lade zoals gewoonlijk. Ja. We gaan gewoon voor de voorspelling van de paarden. Oké, volgens mij heeft hij ook meer. Die ogen. Oké. Wacht voor het maken van nieuwe ringen. In plaats van. Mysterieuze zoekende ziel. Probeer je slalom. In plaats van binnen een mysterieuze zoekende ziel. Probeer je slalom. Man. Is mij met de band die je deelt met op. Zelfs de een meisje met een knap kel. Wie kan niet aan jouw band. Wacht even. Oké, tof. Bedankt dat je. Oké, dat was niet heel interessant. En ik krijg er niet eens wat voor. Echt niet, het dan een missie, jongens. Echt waar. Ik heb helemaal niks voor gekregen. Dus het is eigenlijk geen officiële missie. Ze willen gewoon dat je spelling krijgt. Kijk, er staat de Zoni. Maar ik vind de Zoni niet zo'n superleuk. Want kom. Oh. We gaan wel eventjes weer met de trein. Ik ben gewoon te lui om helemaal naar. Ah! Nee, ik ga denk ik hierna nog een video opnemen. En ik weet niet of ik het zondag van maak hoor. Maar ik ga jullie nu even heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video.